Waar gaan we naartoe, wat wil schelen? Ik heb nog niks besloten, kapitein Zaio. Akkoord. Mag ik eens proberen? Als je wil. Ja. Het is niet zo makkelijk, hè? Je moet de wind voelen. Oké. Okay. Leer het me maar. Wat? Wacht even, dit is al geduldig. Geachte passagiers, we naderen de eindbestemming van deze mooie tocht, de grotten van Karatene. Maar eerst varen we rondom het eiland van de verloren liefdes. Volgens de legende wekte Galatea, een mooie jonge nymf met een prachtige stem, de liefde van de machtige cycloop Polyphemus. Maar haar hart behoorde aan een andere man toe en Polyphemus, razend van jaloezie, bam, vermorzelde haar onder een groot losbod. En de vele tranen van Galatea die stroomden samen op een ondergrondse rivier, waardoor de grotten van het eiland ontstaan zijn. Als ik heel eerlijk ben, vind ik maar een triest verhaal. Ja, heel triest. Veel mensen komen hier naartoe en verschuilen zich in die grotten daar als ze grote liefde verloren hebben. En er is hier een traditie ontstaan. Een traditie? Wat voor traditie? Je gooit een steen in het water en je doet een wens. Je duikt het water in en als je boven komt met die steen in je hand, dan komt je wens uit. En dat weet je zeker? Wil je proberen? Nee, wacht. Als ik een haai tegenkom, wat dan? Er zijn geen haaien in de wereld. Weet je, dat is wel heel zeker, want ik bedoel, waarom mag je dan? Weet je dat echt zeker? Kajo, ik ben het serieus. Nee. Wat ga je, Kajo?